Dit is de stand van dit moment. Michael van Gerwen, de tweede Nederlander op de tweede plaats. En Gary Anderson, de tweede Schot op de achtste plaats. Boven de streep, twee punten meer dan Wes Newton en Adrian Lewis. Lewis tegen wie Anderson vorige week gelijk speelde nadat hij de week daarvoor Gary Anderson gewonnen had met 7-5 van Phil Taylor. Daardoor is hij in ieder geval iets opgeklommen. En Van Gerwen revancheerde zich vorige week in Manchester voor zijn eerste nederlaag van de week, eerder in Nottingham, toen tegen Adrian Lewis, die in topvorm verkeerde in die wedstrijd. Van Gerwen verloor met 7-4. Vorige week in Manchester won Van Gerwen zelf met 7-4 van Wes Newton. En kwam daardoor op 8 punten. Dat zijn er 3 meer dan zijn tegenstander van vandaag, die Jacques een overduidelijke opdracht heeft, maar geen makkelijke. Nee, dat niet. Ja, uiteindelijk wil je alle wedstrijden winnen in de Premier League. Je gaat hier niet naartoe, niemand, om hier zomaar te verliezen, op je rug te gaan liggen en te denken, het zal me allemaal wel. Het zijn de 10 beste spelers ter wereld en binnen die 10 is ook een soort van pickorde. En in die pickorde wil je ook bovenaan staan. Ja, dit zijn wel de lekkere partijen. Twee mannen die in een heerlijk tempo gooien en die... Dit zijn de wedstrijden waar je voor thuis blijft. Dit is het... Ja, weet ik veel. Barcelona, Real Madrid van het darten zo'n beetje. Doe maar. Ik ga er nog even over nadenken. Ondertussen zie ik Van Gerwen hier weer beginnen met 2 keer triple 20. En op 100 uitkomen in de leg die Anderson begonnen is. De eerste leg van de wedstrijd dus. 59. Triple 19 nu. Nee. En dus krijgt Anderson één kans op 120 om zijn eigen leg nog te houden. Zo, dat is een heel end daarnaast. Blijft wel top staan voor Anderson, dus dubbel 12. Zou wel fijn zijn. Kijk, 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 daar is dubbel 12 en daar staat het al 1-0. Maar goed, het is maar één leg. Maar die is in ieder geval binnen. Die heren zijn ook wezen shoppen bij een winkel waar ze kleding van het merk verkopen, wat ook de heer Anderson draagt. Letterlijk vertaald, foute mode. Zo heet dat merk. Daar kunnen we het wel over eens zijn, denk ik. Ja, het heeft een dubbele betekenis. Niet alleen fout, maar ook... Foul is ook, ja, hoe zeg ik dat, niet smerig, maar nou ja, in ieder geval helemaal verkeerd. Stand up if you love the darts. Als ze dat gaan zingen in de zaal, dan weten we meestal dat we naar... Een mooie pot zitten te kijken. In ieder geval een mooi gedeelte in de wedstrijd. Zo, hij mag alweer voor 121 gaan gooien. Hij heeft er 6 darts voor. Dubbel 16 om het gewoon met 3 te doen. Hopsakee! Hopsakee! Dit is toch fantastisch. 2-0 voor Van Gerwen. Dan neem ik aan dat ze gemiddeld nog even in beeld komt nu. Nou. Op mijn computer is het gemiddelde al op tilt geslagen, die van jou niet zie. Nee, nee. 122,36 zit hij op dit moment. Ja, je had, nou ja, ja, je had het over Real Madrid-Barcelona. Ja, en toch is Gary Anderson een van de weinige spelers die Van Gerwen, als Van Gerwen in topvorm is, scorend bij zou moeten kunnen houden. Want ook de Schot, als het loopt, is fenomenaal. Het gemiddelde van Van Gerwen door die 41 is dramatisch gedaald. Zo snel gaat het dan ook wel in deze fase van de strijd. 60.
Nou ja, met 109,68 kun je ook best thuis komen. Althans, dat denk ik. Ik ben er nog nooit meer thuis gekomen. 140. Jerry Maguire, 85. Dubbel 15 voor Anderson. Die niet. Nou, moet toch naar Bolzai toe, want Vergerwe staat alweer op een finish te wachten. En die finish die is 120. En daar is de triple al. Dan nu de enkele. En dan bouwen we een torentje. En dan hebben we 120 ook nog gegooid. En dan staan we 3-0 voor. Ja, en dan zien we een wat lege blik bij Gary Anderson. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Er zijn er 3 legs geweest. Dan heb je zo'n wervelwind tegenover je. Die nu de eerste 180er van de partij gooit. En dan denkt Anderson, ja, ik moet ook wat laten zien. Ik zat nog even te denken over het gemiddelde van 108. Je kan natuurlijk ook gewoon gaan staan, wachten tot je 108 gooit. In één keer en dan naar huis gaan. Maar goed, dit geheel terzijde. Triple benodigd en triple gegooid. Om toch als eerste op een finish te komen. Maar Anderson, hoe zet hij het weg? Nou, een enkele 5 is niet zo'n fijn begin. Dat is een stuk beter. Zo'n stukje voorbij voor Gerwen nu hoor. Die op 164 staat. Dat is wel een finish natuurlijk. Triple 18 ook nog. Ja, Bolzai. Toch niet waar zijn! Het is wel waar! Het is onwaarschijnlijk. Ja, en nu verandert een lege blik in een minzame glimlach. Wat kan je hier nou toch in godsnaam tegen doen? Ja, en dan weet Gary Anderson ook hoe laat het is. Dat merk je aan alles. Oi, oi, oi. Dit kan niet waar zijn. Zo'n gevoel krijg je bijna van, dit is van een andere planeet. En dat is een uitdrukking die we meestal bezigen bij maar één ander. Kijk naar dat gemiddelde, maar ook Anderson, hè, gewoon boven de 100. En dan sta je 4-0 achter. Oh, 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 oh. Wat is dit toch allemaal? Dit kan helemaal niet. Dit kan niet. Maar het gebeurt. Hij zit er dicht tegenaan hoor, tegen de 120 gemiddeld van Gerwe. De opwinding gonst door de Motorpoint Arena in Cardiff, Wales. Dubbel 5. Nou, dit gaat dan een keertje mis. Hij is een beetje teleurgesteld, zeg maar, daarover. En ze waren Anderson die voor tops gooit. Anderson die tops gooit. Kijk eens, jongens. Ik ben erop. Ik sta ook op het podium. En ik doe het helemaal niet zo slecht. Alleen, ik heb met deze jongen te maken. Deze jongen die 125 gooit en dan weer stevig staat te balen van die laatste dart. Het is ook al de derde 180 voor Gary Anderson inmiddels, als mijn telling nog klopt. Dat denk ik wel, ik heb er op 2 staan. Ja. 117,35, dat is het getal dat u een beetje in de gaten moet houden. Vorig jaar was het Phil Taylor die het hoogste gemiddelde ooit in de Premier League gooide tegen Simon Whitlock. En dat was die 117,35. Maar nog niet dat was nog niet het hoogste gemiddelde ooit, hè? Nee, dat is boven de 118. Dat is ook niet ver weg.
Jongen. Wat moet je daar aan doen als tegenstander? Het was de slechtste leg van Gerber tot nu toe. Met zijn eigen darts, die laatste leg. In 14 darts ging dat. Ja, zak. Deze man is geboren om te gooien. En die pijltjes in het vakje te gooien. Je ziet het gewoon aan alles. En het gaat hij beter en beter en beter en briljant doen. Ja, hij raakt ook steeds beter gewend natuurlijk aan deze atmosfeer. Laten we eerlijk zijn, het is ook pas voor hem de zevende wedstrijd in de Premier League. De zevende keer dat hij in zo'n arena als deze gooit. Hè. Dus ook hij moet daar natuurlijk wel heel even aan wennen. Nou, ook maar heel even hoor. Hij lijkt gewend. Dat moment ligt al heel ver achter hem. En dan nog, dan zal hij om zich heen gekeken hebben, gok ik. Oh, mooie zaal, wat veel mensen zeg. We gaan eens even lekker gooien. We hebben Rommel tegelijk gespeeld tegen Taylor in Belfast in week 1. Anderson, kan die zijn eigen leg houden? Nee, weer die 5 erbij. De dart die van de duim afglipt. Dubbel 16 niet gegooid door Van Gerwen. Het is de leg van Anderson. Dat wel, die nu tops moet gooien, die nu dubbel 10 moet gooien, die nog steeds dubbel 10 moet gooien en die zichzelf doodgooit. En nu gooit hij de dubbel 8, het kost even wat moeite, maar hij gooit hem. En dan gaat het om en dan heeft Anderson al de derde break om zijn oren. Ja, betekent wel dat het recordgemiddelde uit zicht raakt. Daarvoor kun je niet 5 dubbels missen in een wedstrijd. 6-1. Puntje alvast weer erbij. Maar waar moet dat eindigen met Van Gerwen dit jaar met name? Het is ongelooflijk hoe goed hij in vorm is. Hij lijkt maar beter en beter in vorm te komen. Hij is voorlopig weer de nummer 3 van de wereld. Dat heeft hij het afgelopen weekend voor elkaar gekregen. Maar ook die nummer 2 plek, die lonkt. En die gaat hij voor het einde van het jaar hebben. En dan staat er nog maar 1 boven hem. Dan raakt hij 2 keer die triple niet. Dan zie je hem balen. Dan denkt hij, ja, wacht even, kom op zeg. En dan smijt hij die derde er gewoon in, hè. Ja, als je vorm hebt, lukt alles. Dan kan je ook gewoon meer. We hebben Van Gerwen natuurlijk ook jaren zien knoeien met zichzelf. En dan is het wel heel erg lekker dat we dit nu ook weer eindelijk zien van hem. Voor een overwinning, deze 68. Een prachtige overwinning. 64. Gary Maguire, 81. Nog niet. Henderson naar Bolzai. Maar zijn avond is het niet. Michael, you require 4. Maar nu niet meer. Nog maar zo kort geleden begonnen Van Gerwen en Anderson aan deze partij en nu is het alweer over. 7-1 voor Van Gerwen, die eindigt op een gemiddelde van 107,22. En dat is net niet het hoogste gemiddelde van de Premier League tot nu toe.